Jongens, welkom bij de allereerste aflevering van Uit de Oude Game Doos. Ja, ons antwoord op, I don't know, een tof eigen item. En je hoort hem al, hij start behoorlijk hard op. We gaan terug naar het jaar 1999 en in deze items gaan we de komende weken allemaal games uit mijn jeugd spelen. Denk dan bijvoorbeeld aan games als Knights of the Old Republic, Star Wars natuurlijk. Of de allereerste hardcore game die ik speelde, Command & Conquer. Ik heb natuurlijk ook een NES gehad vroeger, Super Mario Bros. 3, Kirby. Het komt allemaal langs, zelfs Carmageddon. Allemaal dat soort games. Super vet, oude shooters. Half-Life 1 wil ik ook heel graag weer spelen. Maar we beginnen vandaag met een van de moeilijkste games die ik ooit heb mogen spelen. En dat is Commandos Behind Enemy Lines. Een game uit 1999. En Commandos Behind Enemy Lines was een real-time strategy game. Maar anders dan andere real-time strategy games uit die tijd. Die speelde namelijk maar met een aantal characters. En elk van die characters had zijn eigen specialisme. Het speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, zoals je nu kunt zien. En het werd aan elkaar verteld met dit soort fucking vette beelden van vroeger. Ja, het ziet er natuurlijk niet uit, maar ongelooflijk vet. Je kwam helemaal in de vibe. En de bedoeling was om Behind Enemy Lines de Duitsers het leven zuur te maken. En dat werd verteld met dit soort schermen. En dit is hoe de game eruit zag. Nou, je had een aantal specialisten onder de knoppen. Hier hebben we bijvoorbeeld een commando onder de knoppen. Een commando die kan mensen optillen, want die is sterk. En die moet mensen sluipend met een mes afmaken. We hebben natuurlijk een driver, die kan rijden. En we hebben een marine, en die kan duiken. Kortom, dat zijn de drie characters waarmee we in deze eerste missie zeg maar aan de slag gaan. En de bedoeling is dat we dit ding hierboven gaan kapot maken. En dat doe je met een soort rock, paper, scissor principe. Hè? De ene kan dat ene wel, wat de andere zeg maar niet kan. En zo wordt het je echt heel erg moeilijk gemaakt. En we gaan het gewoon lekker proberen. Nou ja, goed, dit ding hierboven moet dus kapot. Maar goed, de driver en de Green Beret, die kunnen niet zwemmen. Dat kan de marine wel. De marine kan hier, zoals je ziet, hoppa, onder water. Die heeft een hele mooie duikfles, dus die kan lekker zwemmen. En die kan dit bootje pakken en de jongens met dit bootje naar de overkant brengen om dit te vernietigen en deze gasten af te maken. Maar goed, de Duitsers in deze game zijn redelijk slim. Ze doen wel gewoon exact hetzelfde continu. Ze maken exact dezelfde patrouilles. Maar als je bijvoorbeeld je sporen achterlaat in de sneeuw, of je laat een lijk achter, dan zullen ze gelijk al arm slaan en het is bijna niet te doen om deze gasten kapot te schieten, want ze zijn veel sterker dan jij en jij hebt slechts een handgun en daar moet je het mee doen. De grootste deel van deze missie zullen we spelen met de Green Beret, want de Green Beret, ja, hij heeft een apparaat hier om mensen te lokken, hij heeft een mes om mensen af te maken, hij heeft een pistool die hij eigenlijk nooit zou gebruiken en hij kan zichzelf in de sneeuw ingraven. Kortom, de eerste doel is om deze af te maken. Dit is de line of sight en in het donkergroene kun je wel gebukt nog niet gezien worden. In het lichtgroene moet je sowieso niet komen, want dan word je sowieso altijd gezien. Okay. Voetsporen moet je dus ook niet achterlaten in de sneeuw, want dan gaan ze op onderzoek uit. Gelukkig verdwijnen die voetsporen na een momentje. Dus dat scheelt alweer. Nou ja, hoe gaan we deze eerste guy afmaken? Ik zou hem kunnen begraven in de sneeuw. Misschien is het wel leuk als we dit lokapparaatje gebruiken. Want deze, ja, die maakt een high-pitched noise. En die lokt soldaten daar naartoe. Dus ik denk dat ik hem hier naartoe plaats. Want als ik hem dan af, of dat ik hem hier plaats. Want als ik hem dan afmaak, ja, dan, hoe heet het? Dan zien andere mensen sowieso zijn lijk niet liggen. En dan hoef ik hem niet meer te verplaatsen. Nou goed, hij ligt daar goed. Prima. Prima Jima. En we gaan hem straks aanzetten door op deze grote aanknop te drukken. En dan, dan komt hij er als het goed is op af. Als hij hem hoort. Misschien staat hij wel te ver weg. Ik heb dit nog niet geprobeerd in deze missie. Ik heb wel een aantal missies al gespeeld in deze game. Maar dit heb ik nog niet geprobeerd. Wat me trouwens opviel toen ik terugging naar Commandos voor het eerst, was dat er heel weinig geluid in de game zit. Echt bizar weinig. Maar goed, we gaan hem aanzetten. En hij hoort hem niet. Oké. Okay. Planten. Plan B. Ik pak even dat ding, joh. Plan B is hem gewoon ingraven, denk ik. Dat heb ik vorige keer ook gedaan. Dat kan die. Of het, nu gaat hij wel mijn voetsporen zien. Maar dat maakt niet uit. Ik ben heel goed ingegraven. Dus hij ziet mijn voetsporen wel. Maar hij denkt, wie is hier geweest? Was het een mens? Oh, misschien was het wel een caveman, een holbewoner of een yeti. Je weet het niet. Het zal wel niemand zijn. Ik loop gewoon door. Dat zul je nu zien. Voetsporen verdwijnen wel heel snel. Dus dan een heel lichte sneeuwval is er. Kijk, bam. Huh? Wat? Nee, nee. Oh, nee, het kan niet zo zijn. Jawel, het kan wel zo zijn.
Pompidompidom. Patrouille gaat verder. Ik graaf mezelf uit. Mm-hmm. En ik pak mijn mes. I'm coming. En ik maak hem af. En het fijne is altijd wel ook dat je eventjes het lijkje altijd just opruimt. Want anders zien anderen hem. Kijk, zij kunnen natuurlijk ook kijken. Oh, wel ook nou. Nou zien ze niet heel ver er doorheen. Dus ik laat gewoon het lijk lekker droppen. Coming. En ik ga hierheen. Bam, bukken. That's easy. Zo, even wachten tot deze gasten en patrouille verder lopen, want dit is mijn volgende slachtoffer. Deze moet ik nu afmaken. De game ziet er overigens ongelooflijk sfeervol uit. Dat valt me wel op. Kijk hoe mooi die auto is. Het is natuurlijk allemaal getekend. En het ziet echt heel vet uit. Een soort van grauw, maar groen ook. Super sfeervol. De huisjes ook vooral. De huisjes vind ik echt mooi. Het is echt jammer dat je de game niet kan inzoomen en dat we het hier gewoon mee moeten doen. Maar ja, het ziet er wel echt super tof uit. Hij klimt even over de muur. Klimt er natuurlijk aan de andere kant weer af. Loopt even achter het huis. Even bukken. Want hij mag natuurlijk niet gezien worden als deze gasten omdraaien. Ja. Hij is er klaar voor. Pak zijn mes alvast. Het is trouwens sowieso verstandig als ik even de achterste laat kijken. Want die draait natuurlijk als laatste weg. Ik heb trouwens een setup hier voor jongens. Echt, er is niks moeilijkers dan retro games streamen. Het is echt niet normaal. Ik heb een laptop, ik heb een paar schermen, een paar toetsenborden. Het slaat helemaal nergens op. Snel oppakken die gast. En mee wegnemen. Je zou denken, hey, er ligt er een bloedvlek? Een bloedvlek? Nou, dat zien ze niet. Het zijn Duitsers, die zijn harteloos, die zijn er natuurlijk blind voor. Maar goed, ze krijgen niet de kans om het te zien. Want de enige guy met een machinegeweer is de driver. En als je meer dan één guy hebt die je moet afmaken, dan is het wel handig als je even je machinegeweer erbij pakt. Ik laat hem hierheen lopen. En zijn machinegeweer pakken. En bam, dood. Oké, dat was deze kant. Ik laat de driver... Het is de driver. Hij kan rijden, dus ik laat hem even de auto pakken. Want ja, een driver loopt natuurlijk zo min mogelijk. We gaan naar deze kant. Want nogmaals, de bedoeling is dus... Want deze gasten hieronder kunnen namelijk niet zwemmen. Het zijn fucking commando's, maar ze kunnen niet zwemmen. Dus ik moet dit bootje hebben. En met dit bootje gaan we dan naar de overkant. Maar goed, voor dat bootje hebben we een klein probleem. Namelijk deze drie guards. Deze is geen probleem. Die staat gewoon een beetje te roken, een beetje rond te kijken. Deze is het grote probleem, want deze kijkt rond. En ik wil deze zo snel mogelijk afmaken. Dus ja, dat moet ik wel even snel doen. Zonder dat die andere guy het ziet. Want ja... De Marine is weer niet sterk genoeg om lijken te dragen. Dus ja, als die iemand doodmaakt, dan blijft die liggen. Dus dat moet je een beetje op een veilige plek doen. Nou, je ziet dat ik het tot hier ongeveer kan doen. Dus ik moet straks heel snel zijn om hem af te maken. Gelukkig kan ik hier wel staan. De Marine heeft ook een harpoen. Dat is ongeveer het minst gebruikte wapen in het hele spel. Je kan er wel stil mensen van afstand afmaken. Maar de afstand is zo klein dat je er net zo goed heen kan lopen met je mes. En het kost tijd om dat ding te pakken en natuurlijk te richten. Dus daar gaan we. Rennen. Bam, dood. Hij ziet het net niet. Nice. Dus dat lijk blijft lekker liggen. Ondertussen kan ik hem hier wel even heen sturen. Ontzettende backpack. Hij kan in latere missies ook de boot meenemen. Volgens mij kan dat sowieso nu ook. Ga ik zo even testen. En dan heeft hij altijd een bootje bij zich. Dat is natuurlijk ook wel handig. Het aantal commando's wat je in de game kan besturen is 6. Er zijn 6 verschillende commando's. En bij sommige missies zijn er ook nog bonus commando's. En dat vonden we echt de vetste missies ooit. Want dan kreeg je een keer een andere commando onder de knoppen. Bam, ook dood. En we maken deze ook af. Maar goed, je hebt in de volgende missie, die ga ik niet spelen, maar die ga ik wel een klein stukje laten zien. Heb je ook weer andere... kijk. Oh, wat vet. Nou, heeft die bootje bij zich. Wat awesome. Nou, cool. Bootje in. En die gast ophalen. Oh, dat doet hij natuurlijk niet automatisch sturen, want het is een oude game. Dus dan moet je goed navigeren. Bam. Zo. Pakken we gelijk de driver erbij. De driver kan uitstappen. En de Marine. Ga er maar in. En de driver mag er ook in. En dan gaan we varen. Pompidompidom. Ook mooi, die pixels ook. Hè? Die pixels die zeg maar de golven zijn. Ziet er super vet uit. Vind ik. Ik vind het een van de meer sfeervolle games in die tijd gemaakt. Zeker omdat het gaat om een Tweede Wereldoorlog game. Die waren er niet zoveel. Zeker geen strategy games. Company of Heroes bestond nog niet.
We laten die gast even het huisje ingaan. We laten de diver even de boot meenemen. Want als de boot wordt gezien, dan ben je weer de lul. Dan gaat het alarm af. Met de diver, met de marine, ga ik nog eventjes wat doen. Want hier lopen dan drie gasten. Die lopen dit ding te bewaken wat wij moeten vernietigen. Hier zit iemand achter een machinegeweer. Machinegeweer kan natuurlijk weer alleen maar bestuurd worden door de driver. Want die snapt knoppen of zo. Maar hier zit ook nog even iemand lekker te roken. En daar hebben we ook nog een guard. Kortom, die gaat de marine nu eventjes snel afmaken. Want dan hebben we daar absoluut straks geen last meer van. En dan komt het moeilijkste stuk. Ik ga hem sowieso nu alvast een keer saven. Want anders gaat het natuurlijk helemaal mis. Dat zul je altijd zien als ik een keer niet save. Oké, deze guy moet dood. Nog niet omhoog, want anders ziet hij me. Als hij zich omdraait, dan pakken we hem. Heel goed. Double klik, rennen. Oeh, dat was echt net op tijd. Hij zei nog halt. Nice. Hij is trouwens wel echt super irritant. Hij is echt ongelooflijk brutaal. Deze pak ik ook even de buitenste mee, want de buitenste draait natuurlijk het langzaamst weg. Of het laatst weg. Dus als deze gasten hun ronde hebben gemaakt, dan maak ik deze af. En dan heb ik de diver eigenlijk niet meer nodig deze missie. Dan hebben we het wel gedaan. Wat ik nu allemaal in één keer doe, dit is, heb ik een aantal keer geoefend. Want je gaat vaak dood in dit spel. Ik ga straks niet de tweede missie spelen. Maar ik ga wel straks een stukje van de tweede missie spelen. En dat is dan nog maar de tweede missie. Kun je nagaan hoe moeilijk het spel wordt. Het is een ongelooflijk moeilijke game. En je moet het een beetje oefenen. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, iedereen die dood moet zijn, is dood. We gaan nu naar het laatste stukje. Het laatste stukje is een beetje complex. Want deze gasten die lopen een ronde en de Green Beret moet hem doodmaken. Maar de driver moet de gun pakken. Dus ik moet hem afmaken, snel met de driver in het nest gaan zitten en deze gasten kapot schieten. Dat doe ik de volgende keer dat ze rond zijn, want nu ga ik dat niet meer redden. Maar goed, zij lopen precies dezelfde ronde continu, dus je weet ook precies wanneer ze er weer zijn. En echt hè, weinig geluiden in het spel. Je zat echt gewoon uren en uren. En ik heb deze game echt tientallen uren gespeeld vroeger. En zat je gewoon in doodse stilte, gewoon in je kamer, gewoon dit spel te spelen. Echt heel relaxed, levenloos. Ik hou ervan. Als hij weggedraaid is. Ja. Nu. Bam. En doodschieten. Nice. Nou, gebeurt. Nou, pakt de Green Beret, die pakt eventjes zo'n ton. De rest is er natuurlijk weer te slap voor. En dat is het rock paper scissors principe eigenlijk, wat deze game zo ongelooflijk vet maakt. Je had elkaar altijd nodig. Er was nog geen co-op, was vet geweest, absoluut. En bam, nice, missie 1, dat was het. Lance Corporal, super vet. Nou, dit is Commandos Behind Enemy Lines. Een ongelooflijke moeilijke game. En dat kan ik jullie al laten zien door middel van missie 2. Ik ga hem niet spelen. Dat duurt echt veel te lang. Maar we gaan... March. Well, officer. Dit is missie 2. Your men will start from... En missie 2 krijg je weer een aantal nieuwe commando's onder je knoppen. Dit is bijvoorbeeld de Sapper. De Sapper heeft bommen. Maar de Sapper heeft ook een val. Die kan dan ergens neerleggen. En als er dan een nietsvermoedende patrouille langsloopt, één guy, dan bam, als een berenklauw wordt die gegrepen. Super vet. En we hebben hier ook de sniper. En de sniper heeft natuurlijk een sniper rifle. Hier is die. Hij heeft slechts 5 kogels, dus gebruik ze goed. En hier zie je het. Ook weer grafisch super vet weergegeven. En hoe moeilijk de missie kan zijn, dit is slechts nog maar één kant. Want hier moeten we uiteindelijk heen. Je ziet ook nu dat er een of andere Duitse generaal aankomt in zijn wagentje. Hier stapt hij uit. Je ziet hoe moeilijk het is, hè? Schutter in het nest. We hebben hier een patrouille van 4 man. Hier een patrouille van 3 man. En ongelooflijk groot. En dan wordt het nog moeilijker gemaakt dat er ook nog eens af en toe een soort boot. Of nee, niet een soort boot. Gewoon een boot voorbij komt varen. En die boot die ziet werkelijk alles. Oftewel, je moet alles timen. Je moet echt heel goed kijken naar al die patrouilles. Je moet achter de muurtjes blijven. Hier achter deze stenen blijven, achter de muurtjes blijven. Want ja, deze boot komt langs en je bent echt heel snel de sjaak. Kijk maar. Dikke gun op de achterkant. Bam.
Jongens, dit is Commando's Behind Enemy Lines. Onwijs bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het echt leuk vond. Want ik vind het echt zelf heel erg leuk om deze trip down memory lane te doen. Laat even weten wat je volgende week wilt zien. Je weet niet wat ik vroeger gegamed heb. Je kan het wel een beetje raden. Het enige game die ik vroeger heb gemist is bijvoorbeeld Age of Empires. Daar gaan mensen om vragen. Dat weet ik. Maar die speelde ik vroeger gewoon echt niet. Ik was een Command & Conquer mannetje. Die kan ik bijvoorbeeld spelen. Knights of the Old Republic zit erbij. Carmageddon. Ik heb GOG gedownload, dus ik heel veel oude games kan spelen. The Settlers speelde heel veel strategy games. Super vet, maar we kunnen ook gewoon de NES of de Super NES erbij pakken. Laat hieronder in de reacties weten wat je van het item vond, of ik ermee door moet gaan, en wat voor games ik bijvoorbeeld nog moet spelen in de komende tijd. Dit was de allereerste aflevering van Uit de Oude Game-Doos. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Hè? Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En dan gaan we volgende week weer verder met een gamersnet uit een oude game-doos.